Tige Muda, ja, je eerste heat op het WK. Derde achter de wereldkampioenen en achter twee Chinezen. Ja. Hoe ging de race? Eerlijk gezegd, het was niet heel goed van ons. We hadden beter kunnen roeien. En de Nooren, we weten, zijn wereldkampioen. Maar we zijn ook heel vaak al heel dichtbij ze geweest. En nu, ja, we hebben gewoon niet de juiste race gevaren die we wilden. En wat ik wel weet is, we zijn wel heel fit en heel sterk. En misschien moeten we gewoon nog een beetje in het toernooi groeien. Dat denk ik wel. En ja, we hopen gewoon eigenlijk dat we straks woensdag weer gewoon scherp aan de start liggen. Ja, de eerste vier gaan door van de vijf, dus wat dat betreft niets aan de hand. Maar wat betekent dat? Dat je toch een seconde of, ja, wat is het, vier, denk ik, achter die Nooren zat? Ja, dat zegt niet zo heel veel in de voorwedstrijd. Als zij hier maximaal gingen, ja, dan hebben zij dat zo gedaan. En wij wilden echt wel winnen, dat was wel de bedoeling. Maar ja, we waren gewoon niet de juiste haal aan het maken. En ja, het is een voorwedstrijd. Ik bedoel, ik heb ook wel eens de voorwedstrijd verloren en dan herkansing moeten roeien. En dan wel weer in de finale liggen, weet je wel. Het zegt helemaal niks. Iets met een slechte generale. Ja, dat kan je wel zo stellen misschien. Ik hoop het wel. Ik weet hoe zwaar het veld is waar we in roeien. We hebben 27 inschrijvingen en daarvan kan de eerste 12 gewoon in de A-finale roeien. Dus ja, de marges zijn heel klein. En met de fouten die we nu hebben gedaan in de voorwedstrijd, dan ga je geen finale meer halen. Je lag in baan 1. Dat wil, als de wind op een bepaalde manier staat, nog wel eens lastig zijn op de bosbaan. Dat was vandaag niet. Ik had het idee dat hij er vrij recht op staat. Ja, de baan voor en nadeel, dat is er denk ik niet. En als dat er zou zijn, dan zou ik het niet weten. Want er zitten altijd wel van die knappe koppen bij. En die weten wie de stroming en welke baan die zitten. Maar ik hou me liever bezig met mijn eigen kunnen. En dat is het roeien met mijn broertje samen. En samen zijn we gewoon sterk. En Vincent die kan heel goed ritme aangeven. Super scherp. En daar gaan we gewoon op focussen. Niet op het feit of er een baan of voor of nadeel is. Want dat is een externe factor, hebben wij toch niet in de hand. Het enige wat ik in de hand heb is ons eigen roeien. En ik moet toch gewoon dingen verbeteren. Ja, duidelijk de opdracht voor woensdag in de kwartfinale. Het moet beter dan vandaag. Ja, zeker. Dat is wel de bedoeling. Maar dat gaat zeker wel lukken als we gewoon ons hoofd erbij houden. En nu even elkaar goed aankijken wat ging er fout. En dan kunnen we dat weer aanpakken. Maar ook kijken wat ging er nou goed. Ik vond namelijk niet de hele race slecht. Het was de eerste 500 meter gewoon heel goed. En ja, daarna raakten we verloren onszelf een beetje. Misschien was het net, weet je wel, net een goede start. En dan denk je, wow, shit, wat gebeurt er? En dan raak je daar soms ook wel in de war van. Maar moeten we dat er gewoon leren accepteren en voelen wat goed is. En, gaat wel lukken, denk ik.